Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Terug naar Oegstgeest, Akerboom, de Leidse Rederij en Zuma. Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar de laatste aflevering van Sinterklaas Nieuws Leiden. Morgen is het pakjesavond, alleen zijn de pakjes nog steeds kwijt. De razende reporter en de Pieten zijn nog steeds op zoek. Zometeen gaan we kijken of ze al meer pakjes hebben gevonden. Eerst gaan we naar Muziek Piet. Die is nogal verdrietig. Hallo Muziek Piet, wat is er aan de hand met je? Waarom ben je zo verdrietig? Mijn kostuum is gewassen door Huispiet. Daar hoef je toch niet zo verdrietig over te zijn? Dan ruikt je pak weer lekker fris. Ja, dat wel. Maar dat pak, dat ziet er alleen ietsje anders uit. Hoe bedoel je anders? Is je pak van kleur veranderd? Nou ja, anders dat niet. Gelukkig, hij is niet van kleur veranderd, maar hij is wel, ja, hij is ietsje kleiner geworden. Nee, kijk, moet je kijken. Allemaal zo, dat broekje en dat jasje. Ik kan er met mijn handen in. Kijk dan, dat is toch niet normaal? Wat vreselijk Muziek Piet. Kunnen we je misschien een beetje opvrolijken? Nou, ik zou echt niet weten hoe. De cameraman heeft een cadeautje voor je. Ga dat maar snel uitpakken. Een cadeautje voor mij? Maar ik ben toch nog niet jarig? Wat raar. Moet ik dit uitpakken? Pak nou maar snel uit, dan word je vast weer een stuk vrolijker. Oh, wat spannend zeg. Oh, kijk nou zeg. Dit? Is mooi. Oh, kijk dan. Joyce. Kijk hoe mooi. Oh. En een mooie broek erbij. Kijk nou dan. En dan hebben we nog een pakje voor je. Maak die ook maar open. Nog een. Jongen. Nou, ik ben benieuwd wat hierin zit. Mijn hele huilbui is over, zeg. Jongen. Wat een mooie en nieuwe schoenen erbij. Nou, zeg. En dat past mooi bij dat pak. Oh. Ik ben in ene helemaal blij. Dankjewel, Joyce. Nu alleen nog op zoek. Naar al de verdwenen pakjes. En dan gaat het hopelijk helemaal goed komen. Precies. Mooi hè, je nieuwe pak met bijpassende schoenen. Ga je maar snel omkleden. Als je even wacht, dan pas ik mijn pak en dan kan je gelijk zien hoe die bij me staat. Ik ben zo weer terug. Ogenblik. Oeps. Ho, wacht. Ik vergeet mijn pak. Kijk dan. Joyce, tot zo hè. Ik ga hem passen. La 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 la. Lukt het allemaal, Muziek Piet? Ja hoor, ik moet alleen nog even mijn veter strikken, dus nog heel even een klein monumentje. Haha, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar we moeten door met het nieuws. Tada, hier ben ik. Hoe vind je hem? Jeetje, wat zie je er prachtig uit. Veel mooier dan je oude kostuum. Muziek Piet, kom je? We moeten achter Sinterklaas aan. Hij gaat er vandoor. Nou, je hoort het, Joyce. Ik word geroepen. Ik ga er vandoor. Toedaloo! Dat is toch fijn, om Muziek Piet weer vrolijk te zien.
Muziekpiet moet met Hoofdpiet mee om te kijken waar Sinterklaas naartoe gaat. Daar moeten wij natuurlijk ook bij zijn. Kunnen we kijken waar Hoofdpiet en Muziekpiet naartoe zijn? Hé, hey, waar gaat hij daar naartoe? Waar gaat hij nou heen? Schiet nou op, straks raken we hem kwijt. Wacht, ik heb een beter idee. Oh ja? Sinterklaas! Hij mag ons niet horen! Nou, maar waarom lopen we dan achter hem, man? Kom nou maar. Sokke jongen. Oh. Hij mag ons niet horen. Hij heeft een geheime afspraak. En Pakjespiet en ik willen weten met wie. Als Pakjespiet nou wil weten waar Sinterklaas heen gaat, waarom heb je Pakjespiet dan niet meegenomen? Die is met de razende reporter op zoek naar het tweede spoor Pakjes. Jongen, jongen, jongen. Nou, ik schrap erachteraan. En waar is Sinterklaas nou? Lopen! Ja, toch. Loop een beetje door. Straks zijn we hem kwijt. Maar volgens mij loopt hij daar. Ja, ja, ik zie hem. Hij loopt daar verderop. Ja. Ik was zo bang dat we hem kwijt waren. Maar hij gaat daar bij het gemeentekantoor naar binnen. Wat doet hij daar nou? Zou zijn paardenrijbewijs verlengd moeten worden? Ik heb geen idee, maar we gaan het aan de bewaker vragen. Een goedemorgen, meneer de bewaker. Goedemorgen. Mag ik u misschien iets vragen? Ja, tuurlijk. Sinterklaas ging hier net naar binnen en weet u toevallig met wie hij een afspraak heeft? Nou, eigenlijk mag ik dat niet vertellen, maar als je een geheimje kan bewaren... Oh ja, dat lukt wel, ja. Sinterklaas heeft een afspraak met de burgemeester. Met de burgemeester? Oei, dan gaat pakjesavond misschien niet door. Nou ja, bedankt, meneer de bewaker. Dan ga ik met Muziekpiet weer ervandoor. Is goed, fijne dag nog. Ja, dank je. Muziekpiet? Muziekpiet? Hoofdpiet, ik ben hier, ik ben hier. Ja, ik kom eraan. Ik kwam Pakjespiet tegen. Oh, wat een geluk. En waar is hij nu? Hij is terug naar Oegstgeest. Terug naar Oegstgeest? Je bedoelt zeker terug naar het huis van Sinterklaas? Ja, terug naar om iets met pakjes te regelen voor het huis. Heeft hij nieuws? Ja, hij heeft nieuws over de pakjes voor het huis van Sinterklaas. Mooi, dan gaan we snel weg. Want voor je het weet komt Sinterklaas weer naar buiten. En horen we thuis het nieuws wel. Kom, we gaan. Sinterklaas is dus bij de burgemeester. Wat zou die daar toch aan het doen zijn? We gaan eens even kijken of we in de werkkamer van de burgemeester kunnen filmen om te kijken wat daar gebeurt. Techniek, kunnen we er ook geluid bij krijgen? Want ik hoor nu niks. Nee, ik hoor nog steeds niks. Sorry kinderen. Nog steeds geen geluid. Wat zouden ze toch bespreken? Sinterklaas staat nu op. Ze lachen vriendelijk naar elkaar en ze schudden hun elleboog. Ik ben toch zo nieuwsgierig wat Sinterklaas en de burgemeester hebben besproken. Laten we maar snel teruggaan naar het huis van Sinterklaas. Daar zijn Hoofdpiet, Pakjespiet en Muziekpiet druk in overleg.
En het tweede spoor kwam ik uit in het gemeentekantoor en daar hield het spoor op. Maar daar kwam je mij tegen. Als dat geen verrassing is, dan weet ik het niet meer. Ja, allemaal leuk en aardig. We hebben nu een paar pakjes terug. Maar we hebben nog steeds niet genoeg pakjes om alle kinderen in Leiden een eigen pakje te geven morgenavond. Hoe gaan we dat nu oplossen? Als we nou met z'n allen in de stad cadeautjes kunnen kopen en dan met z'n allen op het dak gaan, dan moeten we toch nog iets kunnen versieren misschien. Ja, maar dan moeten we ook nog alle pakjes inpakken. Dat redden we nooit. Ik vind het geen slecht idee hoor, Hoofdpiet. Als hij nou een liedje gaat zingen, dan komen alle pieten vanzelf wel. Ik dacht eigenlijk dat je het nooit zou vragen aan me. Sorry, mag ik beginnen? Ja. Sorry. Als jullie denken dat het werkt. Sinterklaas! Dat ging wel lekker, hè? Is hij klaar, Hoofdpiet? Nou, het kan best wat zachter. Zachter? Ja, zachter. Wilt u zachter? Ja. U wordt op uw wenken bediend. Ja, la, la, la. Is hij klaar? Ja, stop maar. Stop er maar mee. Ze zijn er al. Het is goed zo. Pieten, ik heb slecht nieuws. We hebben nog steeds te weinig pakjes voor pakjesavond. En ja, zo kan het natuurlijk niet. Dus we moeten echt ons stinkende best gaan doen om pakjes te verzamelen. Oeps, dat was ik. Ik dacht dat je wat anders bedoelde met we moeten ons stinkende best doen. Nee, Muziek Piet. We moeten de stad in, we moeten cadeautjes gaan kopen. Als jullie de stad ingaan, dan moeten wij ondertussen Pakjes Piet het slechte nieuws aan Sinterklaas vertellen dat het waarschijnlijk niet doorgaat. Hoe gaan we dat vertellen? Wat is er nou? Wat doe je nou raar? Welk nieuws, Hoofdpiet? Dus Sinterklaas. Moet u iets vertellen? Hoofdpiet. Nee. Eerst moet ik jullie iets vertellen. Het lijkt me beter dat eerst wij wat... Geen denk aan. Ik vier morgen mijn verjaardag en ik ga jullie eerst iets vertellen. Maar Sinterklaas. Hoofdpiet. Loop maar even mee. Ja, maar Sinterklaas. Loop even mee naar de pakjeskamer. Sinterklaas, kom nou, doe nou niet. Nee. Blijf nou hier. Ik wil niet. Kom maar weg. Ik wil niet. Koffie. Ja, maar... Kom. Sinterklaas. Gaan we kijken. Kom maar verder. Ik durf niet, Sinterklaas. Ik durf niet te kijken, hoor. Ja. Nee. 1, 2, 3. En haal de handjes nu maar weg. Alle pakjes. Het zit helemaal vol met pakjes. Kijk, Hoofdpiet, die is voor Jeffrey. En die is voor Tim. Oh, wat leuk. Oh, we kunnen toch pakjesavond vieren. Ja. Joepie. Alle pakjes voor pakjesavond zijn terug, Sinterklaas. Dat hebben jullie goed gezien. Wauw. Alle pakjes zijn terug. Goed. Maar waar heeft u nou alle pakjes vandaan gehaald, Sinterklaas? Dat ga ik jullie vertellen. Luister goed. De burgemeester was iets kwijt. En of dat nou zijn fiets was of zijn ambtsketting, dat maakt helemaal niet uit. Maar hij ging dus zoeken in de stad, overal gekeken, tot hij op de beestenmarkt kwam. En daar zag hij een hele stapel cadeautjes. Maar nergens een Piet te bekennen. Daarom heeft hij alle pakjes meegenomen naar het gemeentekantoor, zodat ze niet verder zoek konden raken. Aha, Sinterklaas. Vandaar dat u ook een geheime afspraak had. Precies, Hoofdpiet. Ik ben naar het kantoor van de burgemeester gegaan, zodat hij alle cadeautjes kon overhandigen aan Sinterklaas. Oh, Sinterklaas, u wil niet weten hoe blij ik ben dat alles weer op zijn pepernootjes terecht is gekomen. Kunnen we ons dan nu gaan voorbereiden op pakjesavond? Zo zie je maar, Pieter. Uiteindelijk komt ondanks alles toch alles weer goed. En kunnen we de kindjes een heleboel cadeautjes gaan brengen. Sinterklaas, ja? Kunnen we dan vanavond niet gelijk een paar pakjes meenemen en het dak op gaan om nog wat kinderen blij te maken? Want dan kunnen we toch een beetje vieren dat alles goed is gekomen. Dat is een goed idee, Muziek Piet. Kom op, allemaal een zak met schoencadeautjes en dan gaan we. Yes, we gaan er met de Pieten. Pieten, 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 Pieten. Zo zien jullie maar, jongens en meisjes. Sinterklaas zorgt altijd dat alles weer goed komt.
We kunnen nu dus met een gerust hart afsluiten en genieten van een mooie pakjesavond. Oh, wacht, de regie roept nog iets. We zijn nog niet klaar. Wat zijn er dan nog voor beelden? We schakelen nog één keertje over naar het huis van Sinterklaas. Ja, heel mooi. Helemaal. Ik zit al Ach, die Pieter, mensen. Wat zitten jullie hier te snikken? Ja, maar het is ook zo mooi. Al die mensen, Sinterklaas. Ja. Nou, droog je tranen maar. Hé, wij hebben toch ook altijd hele mooie wensen uit laten komen. Je weet wat Sinterklaas zegt. Sinterklaas is er voor iedereen. Ja, dat dus, waar. Nou, muziek Piet, ga je pak aantrekken, want we gaan het dak op. Gaan jullie mee? Ja, leuk. Ja, eindelijk. Mooi. Zo, Sinterklaas. Breestraat 95 hebben we ook weer een mooi cadeau gebracht. Ja, die meneer Kersvers, die wilde toch eigenlijk wel een beetje een maf cadeau? Ja, heel vreemd was dat, Sinterklaas. En meneer Kersvers wilde een scheerset om zijn baard te kunnen scheren. Misschien is hij bang dat hij een beetje te veel op mij gaat lijken. Dat zal het zijn. Ja, dat denk ik ook, Sinterklaas. Ja. Kom, Pieter, we gaan. Goedenavond, Sinterklaas. Joe. Hallo, Sinterklaas. Hallo. Hoofdpiet. Hoor je dat ook? Het lijkt wel of iemand mijn naam roept. Ja, dat klopt, Sinterklaas. Kijk, dat is Joyce. Oh ja, nou zie ik het. Hallo, Joyce. Wat leuk dat ik je nog even zie zo voor pakjesavond. Heel leuk, heel gezellig. Ja, ik dacht ik probeer nog even verbinding te maken voordat de uitzending is afgelopen. Misschien wilt u nog iets zeggen tegen de kinderen thuis? Daar maak ik natuurlijk graag gebruik van, Joyce. Lieve kinderen, het is natuurlijk een beetje gek jaar zo met corona. Maar samen staan we sterk. En maken we er iets van. En ondanks alles hoop ik dat jullie een hele fijne pakjesavond hebben. En denk erom, blijf gezond. En geniet van pakjesavond. Dag lieve kinderen. Dag Joyce. Tot volgend jaar. Kom Pieter, we gaan verder. Dank u wel Sinterklaas. U ook een fijne pakjesavond. En tot volgend jaar. Doei. Het zit er nu echt op. Alles is allemaal op zijn pepernootjes terechtgekomen. We sluiten af met weer een aantal leuke TikTok-filmpjes. Oh, hoi! Ik ben TikTok Piet. TikTokken jullie mee? Ja, de cadeautjes staan al klaar. Zij wil een pop met dat mooie blonde haar. Cadeautje is alles wat hij wil. Het maakt niet uit, voor Sint is niet te veel. Jeruzalem. Dat waren alle TikToks. Bedankt voor het insturen van de filmpjes. Ook ik wens jullie allemaal een hele fijne pakjesavond. En graag tot volgend jaar. Dag allemaal!